en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Charlotte en ik ga naar Maartje. Ik ga nu naar Utrecht rijden. Ik heb net even een koffietje gehaald in Horen. Ik ga je even bijpraten, maar ik ga eerst eventjes rijden. Er branden 2 lampjes in mijn auto. Ik heb geen idee wat het betekent. Ik heb even geen vlog geplaatst. Ik merkte dat ik heel eventjes een beetje ruimte nodig had. Na mijn feest heb ik eigenlijk gelijk daarna die vlog al online gezet. Echt gelijk 2 dagen daarna. Ik merkte dat ik zo moe was. Dat ik op random momenten gewoon in 1 keer in slaap kon vallen binnen een paar minuten. En toen dacht ik, oh, wacht even. Eventjes niet, want Sven zit nu in het buitenland. Die is een tijdje weg voor werk. Dus ik ben alleen met Noah. Die is nu bij de opvang. En Noah die wordt gewoon heel vaak om 4:15 wakker. Nou, dat gaat je gewoon echt, dat sloopt je gewoon op een gegeven moment. En dat is natuurlijk helemaal niet erg, maar ja, eigenlijk wel. Het is gewoon vreselijk irritant als hij al zo vroeg wakker wordt. 4:15. Dat is gewoon niet leuk. Mijn bril is vies. Maar heel vaak in de avond ben ik aan het editen. En dit weekend dacht ik, nee, ik heb echt niet de behoefte om even te vloggen. Dus ik had ook niet heel veel om te editen op de onderwijsreis na. Maar ook dat kon ik gewoon even niet. Ik lag gisteravond op maandag. Noah lag om 7:00 in bed. Nou ja, Sven is in het buitenland. Ik lag om 9:15 in bed. Nou, dat is vroeg hoor, voor mij. 9:15. Ik heb deze oorbellen gehad van een volger op dat feest. Super mooie oorbellen zijn het. Ik heb sowieso meerdere cadeautjes gehad, wat ik echt heel erg lief vind. Maar ik heb bewust dat niet uitgepakt voor de camera. Ik wilde dat gewoon lekker eventjes alleen doen voor mezelf en de kaartjes rustig lezen. Ik ga nu naar Tamaartje en zij wil shoppen. Nou, ze wil het liefst dat het precies hetzelfde gaat als de vorige keer dat ik met Tamaartje was. Dus dat het niet goed ging bij die parkeergarage. En dat we een taartje gaan eten. Maar je kan natuurlijk niet letterlijk diezelfde dag kopiëren. Dat is een beetje raar. Maar dat is wel het liefst wat ze zou willen. Maar Tamaar, ik weet dat je deze video nu kijkt. Dat kan niet, hè? Tamaartje, dat kan niet. Want we weten niet wat er gaat gebeuren vandaag. Nee. Oh ja, ik ben heel erg bezig met het opruimen van het huis. Dat wilde ik even zeggen. Ik ga even lekker een muziekje luisteren. Sven is weer. Goedemorgen. 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 Heb jij je luchtje op? Ja. Wat ruik je lekker? We zijn bijna Pasen, bijna, hè? Ja, bijna Pasen. Ik heb geen idee. Wel, in april. Wacht, kom eens hier. Je hele mond. Dus heb je net je tanden gepoetst. Ja. Ja. Gelukkig heb ik een Noah. Oh. Wacht ervoor. Kom eens hier, joh. Ze gaan zeker naar je zwaaien bij het raam. Staan ze al of niet? Nee, nog niet. Kom eens hier. Maar, hoe is het met je te maken? Goed. Ja, gaat het goed? Je loopt altijd even mee naar binnen met jou, hè? Toen dacht ik, hey, wacht even, dat voelt raar. Mijn sok is kapot. Mijn tank is bijna leeg, mijn sok is kapot. En ik heb een trui aangedaan die heel moeilijk uitgaat. Dus dat betekent dat ik heel moeilijk kleren kan passen. Ik mag geen kleren kopen, papa. Nou, je mag wel kopen. Kijk, dit is wat papa zei. Ik ga het er even bij pakken. Mag ze iets kopen qua kleding, omdat ze weer wil shoppen? Ja, goed, maar niet te veel, want ze heeft nog dingen in haar kast die ze niet eens heeft gedragen. Is goed, maar mag een lunch en een taartje wel? Ja hoor, natuurlijk. En snoepjes mag niet meer voor. Nee, we gaan geen snoep halen, maar dat gaan we niet doen. Maar voor Anita moet ik logeren. Ga ik ook iets meenemen. Iets kopen voor Anita. Oh, je wil iets kopen voor Anita? Ik ga logeren zaterdag, vrijdag. Oh. Paulon, die... Wat zeg je toch? Ga nou niet schelden in die video. Dan moet ik er allemaal eendengeluiden onder gaan zetten. 8 minuutjes rijden, Tamaar. Hey, en wanneer heb jij voor het laatst gegeten? Vanochtend 1 cracker. 1 keer. Oh, dus jij hebt trek. Ja. Zwaait nog iemand? Nee. Nee, ik denk dat die al lang al weg zijn en dat snap ik ook wel. Ga niet meer die pasje erin gooien. Nee, we kunnen niet precies dezelfde dag beleven, Tamaar. Dat gaat niet. Het is een nieuwe dag, dus we gaan, ja, we weten natuurlijk niet wat we nu gaan meemaken. Ik weet het niet, je weet het nooit met mij. Denk, nou weet je wat ik dus heb? Er branden 2 lampjes. En ik moet je tanken, hoor. Nou, nee, het is niet een tanklampje. Dus ik weet niet wat dit betekent. Dus ik heb geen idee. Straks staan we ineens stil met pech langs de weg. Oh, ik moet wel op blijven letten.
Dus, kijk, dat knopje, of dat lampje brandt. Zie je dat? Het is oranje met zo'n slipdingetje. Maar dat zie ik hier ook, maar ik kan erop drukken, maar hij doet niks. Heel raar verhaal. En dat is volgens mij een lampje van mijn motor. Die is leeg. Nou, nee, want we rijden. Maar ik weet niet zo goed wat het betekent. Misschien moet ik het zo meteen even opzoeken. Maar straks zegt hij dat we niet meer mogen rijden. Ja, dat zou wel heel vervelend zijn. Heb je deze week nog leuke dingen op de planning? Niks. Werken. Werken morgen. Ja, morgen moet ik werken. En wat ga je doen op je werk? Weet ik niet. Doe je nog steeds vliegergordijnen maken? Nee, vliegtuigen zijn er nog niet. Oh, en wat doe je dan op je werk? Weet niet, wat ik dan doe. Ik hoop even kinderen die over gaat steken. Ja, ik zie het. Een klas. Sorry. Ik zit er mee wel werken, wel. De duidelijk heb ik niet meer. Mag wel stickers komen, dat mag wel, toch? Maar wil je eerst lunchen of wil je eerst een taartje doen? Eerst taart, dan lunchen. Oké. Ik mis oma wel, hoor. Ja, als hij uit moet, moet je het zeggen, hè? Ik vind het wel leuk. Vind je het wel leuk om naar terug te kijken? Nou, oma komt niet meer terug. Nee, die komt niet meer terug. Nee. Jammer, hè? Maar zeg je net als je de camera wel uit wil hebben? Ik wil het aanhouden. Maar ik vind het toch moeilijk dat oma niet is. Nee, dat snap ik. En mama is eerst overleden. Ja, klopt. Mama was eerst overleden. En daarna oma toch? Ja, en daarna oma. En opa toch ook? Die was daarvoor. Allemaal? Allemaal, ja. Maar ja, er komen er nog meer. Maar ja, we weten nooit de volgorde, hè? Wie gaat de volgende dan? Niemand? Nee, dat weet ik niet. Nee. Weet je wat ik morgen ga doen, Tamar? Nee. Ik ga naar een medium. Wat is dat? Die gaat vertellen wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. En misschien dat ze ook iets over de toekomst gaat vertellen. Wat er gaat gebeuren. Weet je wat het is? Nee, dat weet ik ook nog niet. Nee, dat gaan we meemaken. Maar dan zwellen en papa ging lachen over die muis die op die koelkast van die... Muis? Nee, op de kast stond. Luister, ik kan van de hak op de tak, maar jij? Een muis. Nee. Je gaat random over een muis. Nee, die mevrouw, je gaat toch een meisje muis opzoeken of die in een rat? Je gaat een rat zoeken? Hè? Je zei toch tegen waar die vlog stond er. Oh, die krekels bedoel je? Ja, ja jij... Oké, maar hoe kom jij ineens in je hoofd bij die laatste vlog dan? Van die krekels. Daar moest je ineens aan denken. Om te lachen. Ja, dat was een heel grappig stukje, vond ik ook. Ja, dat is een hele grappige vlog. Was leuk, hè? Oh, Tamar, dat hele huis zat vol krekels. Dat was niet te doen. Dat was niet te doen. Was je boos op jezelf? Nee, helemaal niet. Lina had het gedaan. Lina dacht, ik bestel 200-300 krekels. En die ga ik vervolgens in een bak gieten. En heeft hij gedaan? Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Al die krekels door die keuken. Oh, is hij oh, weg? Oh. Is hij weg? Ja, ze zitten nu allemaal in die bak. Komen ze niet meer eruit? Nou, nee, ik ga er niet meer heen. Ze zoekt het maar uit met die krekels. Ja, groen. 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 Moet hierheen, toch? Ja, ik weet het. Ik moet even één baan naar links. Zo. Ik mis mama wel, hoor. Mama komt echt niet terug in het leven. Nee. Ik vind dat moeilijk. Voor mij in mijn hoofd zit het nog steeds. Ja, maar dat blijft het ook altijd, hè, Tamar. Ik kom niet meer terug. Nee. En dat mag, hè. Je mag dat moeilijk vinden. Ja. Ja, tuurlijk. We zijn al 10 minuten aan het lopen. 10 minuten. Wat zei je toch gisteren? Oh, luister, ik moet allemaal eendengeluiden eronder gaan zetten. Zo, hoe meer jij schelt, hoe meer geluidseffecten eronder moeten. Wacht, ik moet wel opletten hoe ik moet rijden. Maar wacht even. Rechtdoor. En ik mag hier 50. Niet te hard, want dan heb ik een boete. Hoe vind je mijn luchtje? Mooi. Mooi? Nee, mooi. Vind ik. Als, nee, mijn luchtje. Hoe vind je dat ik ruik? Hoe vind je mijn ruik is? Ruikt lekker. Ja? Vind ik ook. Maar die meneer gaat niet tegen je praten weer, hè? Die kaart die ingevoerd. Nee, want ik ga niet aanbellen, maar ik ga het kaartje betalen. En als je dat niet doet, wat doe je dan? Ga die meneer echt niet aan luisteren? Nee, ik ga betalen. Ik ga betalen. Ik ga betalen. Ik ga betalen. Ik ga niet aanbellen. Als je dat doet, dan word je... Ik ga niet aanbellen. Ik ga betalen. Vorige keer was het wel zo. Oh, vorige keer was het wel zo. Ja, maar we zijn nu op een nieuwe dag. Ja, sorry. Ja.
Ja. Duim blondje, zei ze tegen Charlotte. Duim blondje, zei hij. Ik ben geen dom blondje. Dat zei die man tegen... Je bent zelf een dom blondje. Dat zei die man tegen je. Dom blondje, zei hij. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat wel eens denken. Maar dat weet je, het boeit me helemaal... Niks. Precies. Je zou denken dat je naar dezelfde vlog kijkt, want we zitten weer een taartje te eten. Maar dat is niet. Het is een andere dag. Oh my god. Tamar, we hebben net wat gekocht bij de H&M. Dat tasje. Ik weet het. Heb jij die niet? Nee. Oké, kom snel. Wacht, hier, hier, hier. Oh my god. We vergeten gewoon onze spullen. Wat erg. Oké, we moeten zoeken. Dit gewoon helemaal vergeten. Straal vergeten. En ze vindt het mooi. Ga je ook nog wat vasthouden? Ja. Ja, oh, wat sorry. Fijn. Ja. En daar is mijn auto. Hé, hey, dat heb ik even goed bekeken. Kijk, dit kun je. 1, 2, hoppatee. Tamara heeft een nieuwe tas. Ja, gekocht. Bij de New Yorker komt die. En je hebt kleren, hè? Maar die zitten helemaal netjes in de tas. Die laat nog even zitten. Dus nog. Die laten we even zitten, ja. Maar wat ik nog wilde zeggen... Dat die meneer die aan de haal komt. Nou. Waar is een pasje nou dan? Die moet je toch wel in doen zo meteen? Deze, ik zeg het zo meteen wel. Want ik merk dat jij nu heel erg bezig bent met het uitrijden. Oké. Okay. Nou, nu die uitgang nog vinden. Hé, hey, daar rijdt iemand eruit. Daar moet ik heen. Wacht even, gaat dit goed? Ja. Wacht, ik moet nu een hele rare bocht maken. Dan zie je gewoon goed. Ja, dat snap ik. Wacht even. Kijk. Ja, dat vind jij jammer, hè? Want die meneer niet... Ja, dat vind jij jammer, hè? Ja. Die meneer niet meer wat zegt. Weet je wat ik zat te denken, Tamar? Dat er zoveel verschillende mensen zijn en die hebben allemaal een ander uiterlijk. Maar eigenlijk vind ik het heel jammer dat iedereen altijd zo kijkt naar het uiterlijk. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik heb het idee dat ik hier totaal niet mag rijden. Nee, ik ga helemaal... Ik rijd bijna een trambaan op. Die fietser ook. Die denkt echt, wat doe jij hier? Ik rijd weer verkeerd. Ja, ik denk aan het uiterlijk van mensen. En aan een ziel. En dat ik het gewoon zo jammer vind dat mensen zo naar het uiterlijk kijken. En niet naar het innerlijk. En wat doe ik ondertussen? Ik rijd verkeerd. Ja, natuurlijk. Even kijken. Mijn navigatie zegt helemaal niks meer. Tamar, help. Waar moet ik heen? Daar? Ja. Hier, doe dit even in jouw tas. Maar ik vind het gewoon zo jammer dat zoveel mensen zo naar het uiterlijk kijken. Nee, serieus. Voel jij je wel eens bekeken? Nee. Nee? Jij wel? Ja. Ja, ik heb wel eens het gevoel dat mensen naar me kijken. En dan denk ik, ik zou zo graag willen dat mensen niet naar het uiterlijk kijken, maar naar het innerlijk. Nou, dat denk ik wel eens. Maar, ben je blij met je nieuwe kleren? Ja. Ja? Even kijken, waar moet ik heen? Naar McDonald's toch? IJsselstein, die kant. Nee, McDonald's toch nog? Ja, jij wil een patatje, ja. Vind je het goed als ik een zonnebril opdoe? Ik mag, nee, ik mag, gaan we niet naar kijken, is niks voor me. Nou, wat vertelde jij net aan mij? Wat doe jij stiekem s'nachts? TV kijken. En wat zit je dan te kijken? Naar ziekenhuis. Ja. Dus volgens mij vind jij dit alleen maar hartstikke interessant om naar die ambulance te kijken. Op dat moment is er niks aan, hè? Is niks gebeurd toch? Als het echt gebeurt, dan moet een lampje aan. Tom. Ja, je bedoelt dat dan de sirene aangaat. Ja. Ja, ja, ik weet niet of er nu iemand in zit. Grote frietanden? Nee, een kleine. Ja? Ja, want je hebt echt al heel veel gegeten, maar. De kleine is echt manszat. De saus dan ook?
En cola dan? Nou, je gaat zo naar het huis. Die cola ga je niet eens opkrijgen. Ik wil wel cola erbij dan. Voor betaal ik wel cola, als drink ik nieuw. Jij gaat het niet opkrijgen. Maar we gaan wel rijden, hè? Ja. Oké. Kleine cola dan. Zij kan eten. Hi. Ik wil een kleine friet met frietsaus. Ja. En een kleine cola. Wat hè? Ja. Ga er even naar alsjeblieft. Is die mevrouw kennen? Jij nee, wil? Ik ook niet. Zeker niet. Die ken ik ook niet. Hij zegt dat ik kleren gekocht. Kom je wel met een binnen om laten zien wat ik voor kleren heb gekocht, toch? Ja, mijn BH zit niet lekker, Tamar. Ik wil nieuwe BH's. Alleen ik heb het je niet aangedaan om dat nu te doen, want ik mag nooit passen van jou. Als ik ook maar heel even pas, begin jij gelijk te stijgeren. Kijk dan. Ik snap nog steeds niet wie dit bedacht heeft. Toet toet. Er zit allemaal maar. Lang leven de billendoekjes in je auto. Die zijn voor heel veel dingen goed in de auto. Jeetje, wat kan jij eten? Je hebt net een broodje carpaccio op en je hebt een complete taart op. Niet te doen, joh. Waar laat je het dan maar? Nee, maar we zijn al bij het huis. Zal ik dan maar heel eventjes om het hoekje wachten? Even stoppen nog? Ja. Zullen we ons om even verstoppen? Nou ja, dat is een beetje gek als je met die patat gaat zitten, toch? Ik rij wel even om en dan gaan we even stiekem om het hoekje staan. Totdat jij het op hebt. Ja, de lijn mag dat niet zien. Nou ja, ze mogen het wel zien, maar het is niet heel erg leuk voor de andere bewoners als jij patat zit te kanen daar. Moet de lijn dan boos op mij dan? Nee, ik probeer een beetje mee te denken met de bewoners. Die mogen dat niet zien. Nou ja, het lijkt me niet heel erg leuk als jij patat zit te eten. Ik zie ze nu lopen daar. Ik zie een groepje lopen. Daar verderop, zie je dat? Gaan naar de dokter of zo? Nou, weet ik niet. Gaan jullie zo vaak naar de dokter dan? Nee hoor. Oh, Tamar. Zit je helemaal onder. Sorry. Is het middag? Wacht even. Wil je nog wat zeggen? Tamar, doe je. Ja, ik moet even aanbellen. Jij moet wel meelopen, Charlotte. Ik dacht, doe jij die deur nog even dicht? Ja, ga je meelopen dan? Dit is ook Tamara. Dit is Tamara. Ja? Nu naar huis toe en ik ga nu ook slapen. Ik heb mijn skincare gedaan. Aniek was hier dus en zij heeft mij geholpen met een heel groot gedeelte verder uitzoeken van mijn kledingkast. Ik zie het soms niet. Dan denk ik, dit is toch gewoon leuk. Maar dan is het gewoon echt niet meer mij. Dus ze ging op bed zitten en ik heb alles aangedaan. En we zijn helemaal die kast, de een heel rek zijn we doorgegaan. Super chill. Ik heb dus vet veel dingen uitgezocht. Oh. Ik werd gebeld, nou ben ik helemaal in de war. Maar in ieder geval, ik heb dus vet veel dingetjes die ik te koop ga zetten. En ik merk dat het echt helemaal top is om te ontspullen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende video. Doei!